binnen statistieken heb je ook een uitgebreider rapport wat je kan bekijken. Zoals je ziet kan je hier zien hoeveel trainingen er in totaal zijn bekeken. Hoeveel oefeningen, bekeken vaardigheden, bekeken afleveringen, dus de video's in het systeem. Dat kun je hier zien. En wat je bijvoorbeeld kan doen is dat je zegt, oké, nou ik wil een bepaalde periode van een specifiek lid wil ik zien. Dus neem als voorbeeld, we doen januari 2022 tot eind februari 2022. Dan zeg ik, Bram Weers. En dan zeg ik, bekijk. Nou, nu gaat hij informatie tonen over mijzelf, hè, als specifiek lid. Dus ik heb 4 trainingen heb ik in deze periode bekeken. Ik heb 14 oefeningen bekeken. Ik heb 4 vaardighedenfilmpjes heb ik bekeken. En ik heb 5 afleveringen in het systeem bekeken. En hier kan je vervolgens zien in welke leeftijdscategorie dat is. Dus in de F-jeugd en in de E8-jeugd ben ik voornamelijk actief geweest. Dus je kan hier ook zien als iemand een F-trainer is of die in de juiste oefeningen zit te kijken, in de juiste trainingen zit te kijken, of dat hij wellicht trainingen van alleen maar de B- en de A-categorie zit te kijken. Dus op die manier kan je per specifiek lid wat duidelijker zien hoe hij of zij in het systeem zit. Ik zal een voorbeeld geven. Als ik nu bijvoorbeeld de voorkant even inga en ik zit in het systeem en ik ga naar A-jeugdveld. Nou, daar wil ik een trainingsweek wil ik zien. Nou, dan klik ik een basis. Dan zeg ik, gemarkeerde zone rechts, deze oefening heb ik bekeken. Nou, die is leuk. In de expert training heb ik ook nog één. 2-1 in de diepte. Leuke partijachtige vorm. En als ik dan nu even de statistieken er weer bij ga pakken en klik op bekijk, dan zie je dat er wat veranderd is aan de getallen en de statistieken. Want ik heb wat dingen in de A bekeken. 2 oefeningen inderdaad in een trainingsweek. Dus hier geeft hij ook het aantal percentages aan. Ik heb voornamelijk het grootste deel in de F gezeten. Wat kleine deel in de A en het kleinste deel in de E. Dus hier zie je per specifiek lid over een periode waarin je zelf bepaalt hoe lang of hoe kort deze is. Hoe hij of zij het systeem gebruikt.